Nou, welkom allemaal. We wachten nog even 1-2 minuutjes om te kijken of er wat mensen binnenkomen. En dan gaan we echt beginnen. Oké, welkom allemaal. Welkom bij dit basiswebinar Transkribus. Mijn naam is Joost Oosterhuis. Ik studeer geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ga in september, dus volgende week, ga ik met mijn master beginnen. Ik heb via een stage en bij Annemieke Romein heb ik geleerd hoe ik met Transkribus moet werken. En sindsdien geef ik ook workshops in Transkribus. Over een Transkribus. Ik heb het ook zelf gebruikt voor mijn scriptie en ik wil het ook nog voor toekomstige onderzoeken gaan gebruiken. Samen met mij, naast mij zit ook Bram Jacobs en Sarah Mansouti. Bram gaat ook nog een stuk vertellen zo direct over het bedrijf achter Transkribus en ook over hoe het werkt met het puntensysteem. En Sarah kan jullie vragen in de chat beantwoorden. Sarah spreekt geen Nederlands, dus als jullie een vraag nu hebben, kunnen jullie dat in de chat in het Engels typen. Maar na de presentatie zullen we nog tijd hebben om... is er nog tijd voor vragen. Nog één ding, die camera, ik weet niet of jullie het überhaupt kunnen aanzetten, maar houd sowieso maar uit. Dit basiswebinar wordt opgenomen en als jullie die camera aanzetten, is er een kans dat jullie dan met gezicht in beeld opgenomen worden. Het kan wel weggeblurred worden, maar ja, hou maar uit, dat is prima. Oké, dan kunnen we beginnen. Ja, ik heb dus vooral zelf Transkribus gebruikt bij mijn bachelorscriptie. Ik deed een onderzoek over gijzelaars in de 17e eeuw in Doesburg en het kwartier van Zutphen. Dat is een beetje een regio rond Zutphen en Doesburg in Gelderland. En dat was een lastig onderwerp, want het onderwerp zelf is eigenlijk niks mee gedaan. In de historiografie is geen onderzoek over gedaan, dus ik moest zelf echt het archief induiken. En dan kom je dit soort gigantisch dikke boeken tegen in lastig handschrift. En met Transkribus heb ik kon ik niet alleen die boeken makkelijker lezen, maar ik kon ook op zoektermen zoeken, waardoor ik dus die gijzelaars veel makkelijker in het hoop archiefmateriaal kon vinden. En daardoor ook op tijd gewoon mijn scriptie kon schrijven. Het heeft me heel veel tijd bespaard. Ik denk dat zonder Transkribus ik zelf dit onderzoek niet had kunnen doen. Dus het is een van de manieren waarop Transkribus heel nuttig kan zijn voor onderzoek. Oké, de inhoud van het webinar. We beginnen met wat Transkribus nou is, wat voor programma is het. En het bedrijf erachter en hoe het is ontstaan. Dat zal Bram doen. Ik ga daarna praten over de nieuwe interface van Transkribus en over hoe het programma werkt, hoe je ermee aan de slag gaat. En dan aan het einde van het webinar zullen we nog even hebben over het nieuwe puntensysteem. Er is ook ruimte voor vragen. Goed, Bram, dan mag jij hem overnemen. Ja, goedemiddag iedereen. Bedankt voor met enorm warm weer toch massaal aanwezig te zijn. Dat appreciëren we zeker. Ja, sommigen van jullie zullen mij al kennen, ofwel van online, ofwel via mail, of misschien in persoon zelfs. Misschien toch een korte introductie. Ik ben zelf ook historicus van opleiding. Heb daarna een 8 jaar in internationale IT-bedrijven gewerkt als accountmanager. En daarna wil ik terug mijn passie gaan doen, zijn de geschiedenis. En zo via familieleden die eigenlijk graag documenten over hun familiegeschiedenis hadden getranscribeerd gezien. Die jaren mei kwamen daarmee. Zelf in contact komen met Transkribus en dan ben ik zelf verder gaan kijken. En zo sinds november eigenlijk actief als accountmanager voor Transkribus, voor de READ-COOP eigenlijk, is de organisatie. In de lage landen, maar ook daarbuiten, maar vooral de lage landen, gezien de taal en de woonplaats. Dus dat is kort mijn achtergrond. En natuurlijk, zoals Joost al zei, misschien volgende slide, Joost, alsjeblieft. Zoals Joost al zei natuurlijk, hè, ik heb ook een masterproef geschiedenis gedaan. Ik heb daar een paar documenten voor manueel getranscribeerd, stonden gelukkig al wel online. Maar als ik nu natuurlijk Transkribus had gehad, dan had ik eigenlijk veel meer documenten opnemen in mijn onderzoek. Omdat ik dan eigenlijk via Transkribus, onze AI-bondgenoot, zoals we dat dan noemen, het tijdrovende werk van transcripties manueel te maken had kunnen uitsparen. Dus dat is eigenlijk kortom wat de Transkribus bedoelt. Het werkt voor zowel historische als ook moderne documenten, print of handgeschreven, maakt niet uit, of een mengeling. Maar de bedoeling is eigenlijk om dus documenten, ten eerste om het in leesbare tekst, dat is één element, maar misschien nog belangrijker, in doorzoekbare tekst. Bijvoorbeeld stel je gaat zoeken op de naam van je grootvader of op een bepaalde hertog, dat je gewoon de website van een archief zou kunnen zoeken naar die term en eigenlijk al die resultaten vindt. En dergelijke meer. Maar daar gaan we zeker verder op in. Misschien kort even over de ontstaansgeschiedenis van Transkribus en de READ-COOP. Eigenlijk is de READ-COOP, de coöperatieve die er nu bestaat, ontstaan uit 2 verschillende Europese onderzoeksprojecten, die vanuit Europa gesteund en gefund werden. Eerst initieel begonnen in 2013. Twee verschillende projecten, een daarvan noemde ook het READ-project. Dus vandaag ook de naam natuurlijk. Maar in 2019 stopten de sponsoring, stopten de projecten. En het blijft natuurlijk lastig om zo die projecten, die sponsoring los te kunnen blijven krijgen vanuit Europa. Dus hebben we gedacht, aangezien we toch al best veel gebruikers hadden toen, hoe kunnen wij hier op een faire, goede manier de zaak verder blijven ontwikkelen, de tool verder blijven ontwikkelen en verder uitbouwen, zonder dat we eigenlijk in een heel commercieel, heel corporate organisatie aanvallen. Ik heb zelf hiervoor altijd in de Amerikaanse corporate wereld gewerkt. Ik kan zelf zeggen, uit persoonlijke ervaring, dus dat het toch wel heel anders gaat bij de READ-COOP, zowel naar buiten toe als intern. En eigenlijk, de coöperatieve, kort gezegd, is eigenlijk, het idee daarbij is eigenlijk dat de gebruikers eigenlijk de eigenaars zijn van de organisatie, van het bedrijf. Dus iedereen kan lid worden. Kan democratisch meebeslissen over bepaalde beslissingen, zoals wie er bij de managing director zit. Ook andere zaken, dus ook andere voordelen die je kan krijgen als je lid bent, zoals de eerste nieuwtjes over Transkribus, direct contact met de werknemers, waar je vragen kan stellen of met andere leden. En ook natuurlijk kortingen bij bepaalde aankopen. En vandaag zijn we dus met 155 leden over 30 landen. Dat groeit constant. Ik denk dat er nu vorige week nog iemand uit Denemarken recent lid gaat worden, bijvoorbeeld. Dus dat blijft groeien. We zijn met 150.000 gebruikers vandaag. Dat blijft groeien. Dus dat is kort over die structuur, die Europese coöperatieve, waarmee het eigenlijk een democratisch en een faire organisatie ontwikkelen, waarbij eigenlijk gefocust wordt op de tool verder ontwikkelen, zonder dat we daarvoor privé-investeerders nodig hebben, zonder dat we daarvoor kwartaalcijfers moeten gaan halen en daarvoor eindgebruikers onder druk moeten gaan zetten en dergelijke meer. Dus dat is wel een heel andere manier van werken dan ik zelf persoonlijk gewoon ben. En ik hoop dat jullie dat ook wel zullen merken of wel gemerkt hebben. Misschien de volgende slide, kort overzicht van onze leden. Daar zijn zeker veel partijen uit de lage landen bij, daar zijn we blij mee. Er komt nog steeds meer. Dus dat is leuk om te zien, maar we zijn zeker heel internationaal. En je kan zowel als individueel als organisatie lid worden van de coöperatieve. Dat kan je allemaal terugvinden op onze website. Als je dan gaat naar About en dan Join, dan vind je de informatie terug. Of je kan natuurlijk altijd een mailtje sturen naar ons. De contactgevers aan het einde van de PowerPoint. Dus dan kan je bij ons ook vragen opstellen, mocht dat jullie interesseren. En zoals natuurlijk, zoals we al eigenlijk laten uitscheiden met die organisationele structuur van die coöperatieven. En ook hoe dat eigenlijk het AI-platform werkt en hoe het platform zo sterk is geworden. We zijn eigenlijk heel afhankelijk van die gebruikersgemeenschap. Want het is die gebruikersgemeenschap die eigenlijk de AI blijft voeden, de tool blijft voeden met nieuwe data, waardoor we betere modellen kunnen maken, transcriptiemodellen. En wat je eigenlijk hier is een foto van de laatste Transkribus Users Conference in Innsbruck dan. De volgende is in februari volgend jaar. En je kan trouwens, als je enige contributie wilt doen, bijdrages opleveren, presentaties over hoe je transcribus hebt gebruikt, op enige wijze, maakt het uit. Kan je altijd opsturen naar ons en dan word je misschien wel uitgenodigd om te presenteren. Vinden wij zeker aangenaam om te zien hoe welke creatieve manier er zijn om transcribus te gaan gebruiken. En zeker ook als je lid bent, dan heb je ook sowieso altijd een gratis inkomstticket. Maar als je een ticket koopt, heb je vaak ook krijg je een bepaalde credits bij die je kan gebruiken dan voor de tool te gebruiken. Dus eigenlijk alleen maar voordelen, je kan het ook online volgen. Dat is wat ik zelf heb gedaan vorig jaar in oktober. Toen ik nog juist niet werkzaam was bij de coöperatieve. Daarnaast natuurlijk zijn we ook aanwezig op social media. LinkedIn krijg je regelmatig updates, of op Twitter, YouTube natuurlijk, ons YouTube-kanaal, waar ook deze webinar zal natuurlijk verschijnen, maar ook andere introductiefilmpjes over van allerlei onderwerpen. Maar we hebben eigenlijk een zeker actieve Facebookgroep, waar veel gebruikers elkaar vragen stellen, elkaar ondersteunen, waar ik ook zelf eens kijk neem af en toe om bepaalde vragen te antwoorden, maar ook onze promotors, zoals bijvoorbeeld misschien wel de welbekende Annemieke Romein. Maar ook andere gebruikers die elkaar eigenlijk verder helpen dan. En we hebben ook trouwens een WhatsApp-groep Benelux-gebruikers. Dus ook dat zelfs in Benelux is ook een platform waar je eigenlijk elkaar kan steunen en vragen. En we zijn er wel echt, dat is wel echt iets dat heel belangrijk is voor ons. Gewoon als een grondvest hoe de tool zich ontwikkelt, maar ook voor elkaar te steunen voor de support en dergelijke. Want we zijn natuurlijk een groeiende organisatie, maar we zijn zeker nog geen organisatie van honderden of duizenden mensen. Dus elke steun die de gemeenschap kan bieden, die helpt natuurlijk. Dan misschien kort over het ecosysteem van Transkribus. Want we zijn natuurlijk begonnen met die AI-tool om echt transcripties te maken van historische of ook vandaag de dag van eigenlijk hedendaagse documenten. Maar we proberen eigenlijk toch wel die volledige ketting aan te bieden. Waar er al sinds nog geen oplossingen zijn. We gaan geen boekschanners of enorm dure scanners gaan ontwikkelen, die bestaan al. Maar wat we bijvoorbeeld wel doen, is eigenlijk een scantent ontwikkelen. Die is ondertussen al klaar. Wat je daarmee kan doen, is eigenlijk een heel extension, heel makkelijk kan meenemen. Daar hangt de licht in, je zet je gsm erop en met de DocScan-app dan, je kan je eigen applicatie gebruiken natuurlijk, kan je eigenlijk gewoon beginnen beladen door het document die je wil scannen en worden eigenlijk scans gemaakt. Die dan zelfs rechtstreeks naar de tool Transkribus kan gaan uploaden. En er zijn zelfs geruchten dat er een grotere versie van de scantent zou komen naar Praag om grotere boeken te kunnen scannen. Maar dat zijn voorlopig geruchten, dus daar kan ik nog niks over beloven, maar het zit wel in de pipeline mogelijk. Natuurlijk, zoals besproken juist, hebben we eigenlijk het transcriptieplatform Transkribus zelf, de kern van wat we doen. En daar zouden we ook weer nieuwe zaken bij aan toevoegen. Maar natuurlijk, uiteindelijk, als je eens je transcripties herkend hebt, en dat die documenten mooi getranscribeerd zijn, kan je natuurlijk exporteren in allerlei formats die je zelf wilt en dat we zelf gaan publiceren of op eigen manier gaan gebruiken. Maar wat we eigenlijk al deden, maar waar we nu eigenlijk een nieuwe stap in zetten, is het mogelijk maken dat je eigenlijk de inhoud van Transkribus, dus de documenten met transcriptie, met eventueel annotaties en dergelijke erbij, een index. Ik kan het zo gek niet bedenken, zeker in de toekomst wordt het steeds meer mogelijk. Kan je eigenlijk rechtstreeks gaan publiceren vanuit Transkribus, wat in Transkribus zit. En dat noemt eigenlijk Transkribus Size. En dat zelf doen, dat kan je al op onze beta-versie. Misschien de volgende slide meteen even, Joost, dan kan je daar even al laten zien. Dus je kan eigenlijk al zelf, eigenlijk een website zelf custom gaan maken, waar je dan eigenlijk je collecties die getranscribeerd zijn of niet, gaat op hosten. Dit noemen we trouwens vroeger Read and Search, dus je kan op onze website ook nog voorbeelden hiervan zien onder die naam. En op dit moment kan het alleen maar nog op beta en moet je toestemming vragen aan ons om het te publiceren. Maar vanaf oktober zou het eigenlijk de bedoeling zijn dat je helemaal zelf eigenlijk je content kan gaan publiceren vanuit Transkribus. En als je gaat opzoeken op Stadsarchief Amsterdam en je gaat daar even kijken op hun eigen website en gaat dan daar zoeken bijvoorbeeld, dan zie je perfect dat het ook heel mooi geïntegreerd kan zijn in je eigen website. Het is geen apart platform, geen apart website waar de gebruikers naartoe moeten gaan. En ook in het tweede voorbeeld dat we hier vermelden, de recesses of low German cities, heb je dan weer een mooi voorbeeld hoe bijvoorbeeld met tekst de doorzoekbaarheid nog verbeterd wordt eigenlijk, van de tekst die je publiceert. En die tekst die kan je natuurlijk ook aanbrengen in Transkribus zelf, maar dat komt dan weer mooi naar buiten. Maar zoals gezegd, dat is helemaal niet, het is geen verplichting, het is een optie die je kan gebruiken. Je kan perfect zelf ALTO XML's en andere formats exporteren en het dan zelf op je eigen website gaan hosten via je eigen collection management system. Waarmee we ook trouwens met enkele providers van in gesprek zijn om integratie te maken en sommigen eigenlijk al ervan mee gestart zijn zelfs. Zoals sommigen misschien in de mail van mij hebben te horen gekregen. Daar gaan we nu verder niet op ingaan. Misschien nog kort even samenvatten, wat maakt Transkribus mogelijk? Het begint natuurlijk met die handmatige en automatische transcriptie van handgeschreven en gedrukte bronnen. Want je kan in feite eigenlijk Transkribus ook puur gebruiken als een transcriptietool, omdat die heel mooi alleen met die layoutanalyse kan zien waar je een lijn aan het transcriberen bent. Natuurlijk, naast het gebruik maken van handmatige of automatische transcriptie via de publieke AI-modellen, kan je ook nog een keer je eigen AI-modellen voor HTR, dus voor Human Text Recognition, gaan gebruiken of trainen. Of de publieke modellen gaan hertrainen. Daar zijn veel mogelijkheden in. Daarnaast kun je natuurlijk die collecties gaan delen, gaan samenwerken. We hebben op die manier veel citizen science projecten met vrijwilligers nodig gemaakt. Het kan dan gaan over ofwel gronddata creëren voor modellen te trainen, of om de output van Transkribus te corrigeren, zodat je de perfecte transcriptie hebt, als dat nodig zou zijn. En dan natuurlijk, de volgende stap is natuurlijk ook, en misschien nog wel belangrijker dan puur het leesbaar maken van documenten zelf, is dat je echt gaan zoeken in die documenten. Zowel dan via, als je het publiceert via Transkribus sites, maar ook gewoon zelf in je eigen collectie privé. Zij het met een normale search, zij het met een fuzzy search, maar ook met smart search. Daar zal Joost voor die later nog verder op ingaan. En oké, bedankt Bram. Dit is de Transkribus app. Later kunnen jullie die ook nog bekijken. Dit is gewoon de website waar de magie op plaatsvindt. Die website is in verschillende talen beschikbaar, waaronder dus het Nederlands. Alles, volgens mij nog niet alles helemaal vertaald, maar de meeste dingen wel, geloof ik. Het interessante aan Transkribus is dat het programma is gewoon via een browser, op een webpagina. En kan gewoon met de computer wordt de computer bestuurd, zeg maar. Alleen alles wat plaatsvindt, gebeurt eigenlijk op een server in Oostenrijk. Het werkt zo dat als ik bijvoorbeeld vraag aan Transkribus om een stuk tekst te transcriberen voor me, dan geeft mijn computer eigenlijk gewoon een seintje naar Oostenrijk, naar die server. Daar moet men ook documenten naar uploaden en daar wordt het dan getranscribeerd op die server zelf. De reden voor is omdat Transkribus best wel veel kracht en energie nodig heeft en zo'n server kan dat gewoon beter aan. Het voordeel daarvan is ook dat als je eenmaal iets in gang zet in Transkribus, het niet uitmaakt of je computer aanstaat of niet. Als je gewoon vraagt om iets te laten transcriberen, kun je gewoon je computer uitzetten en dan blijft het gewoon doorgaan. Op die server. Dus dat is wel een voordeel. Een nadeel daarvan, of iets waar men waar we wel aan moet denken, is bijvoorbeeld documenten van mensen die nog leven, met bijvoorbeeld meisgegevens, mogen daar niet naar geüpload worden. Ze kunnen niet door andere mensen bekeken worden, maar gewoon vanwege privacyredenen, vanwege privacywetgeving mag dat gewoon niet. Dat is wel iets om in de gaten te houden. Voor mij maakt het niet uit, want ik bestudeer mensen die al 400 jaar dood zijn, dus dat is niet zo. Dan heb ik dat probleem niet. Oké, de nieuwe interface. Hoe ziet de nieuwe interface eruit? Nou, dat ga ik even laten zien. Daarvoor ga ik even naar de website zelf. Die even moet laden. Zo, dit mag weg. Oké, dus dit is de website. Dit is de beginpagina. Dat is de beginpagina. Hier, de testpagina. Hier kunnen jullie, hier zie je, hiervoor ziet u allemaal de laatst geraadpleegde documenten met de afbeelding van hieronder staan een aantal collecties. En dit is gewoon een beetje de startpagina. Deze pagina, collections of collecties, hier staan alle collecties. Dat zijn dus, in het werk zodat men een collectie aanmaakt. Daar stopt je dan documenten in. En die documenten hebben dan weer pagina's. Dus het is een collectie van verschillende documenten. En die verschillende documenten hebben weer pagina's. Zo is het een beetje opgebouwd. Dit is met tags, maar daar komen we later bij. Dit is dan de hoofdwebsite. Dan hebben we ook nog een soort van zij-website of zij-blad. Waar alle modellen staan. Om Transkribus te gebruiken heb je een stuk tekst nodig. En een model wat die tekst kan lezen. De modellen zijn vaak door, zoals Bram uitlegt, door mensen getraind. Dus de mensen hebben de computer eigenlijk pixels laten zien. En daarbij stukken tekst naast gezet. En tegen de computer gezegd van deze pixels, dit is een L. En zo kan de computer langzaamaan, door dat steeds te trainen, handschriften gaan lezen en transcriberen. En die worden dan in een model gestopt. En die modellen kunnen wij dan gebruiken voor andere teksten. Kunnen wij het model over laten gaan. En dan worden die teksten voor ons getranscribeerd. Dit zijn dan de modellen die ik heb gemaakt. Die zijn niet heel goed. Maar hiernaast staan alle modellen die er zijn. Alle publieke modellen. Dus alle modellen die gemaakt zijn. En ook gepubliceerd zijn door de gebruikers. En dus de andere gebruikers gebruikt kunnen worden. En daar kan ook op gezocht worden. Het zijn er best wel veel verschillende. Dit is een transformer model. Dat zijn hele grote modellen van meerdere talen. Daar gaat Bram zo nog iets meer over vertellen. Maar het is echt van alles. Het is Nederlands, Duits, Frans, Chinees, Zweeds. Volgens mij is er ook nog Sanskriet. En er zijn ook modellen voor Hebreeuws. Dus het is best wel uitgebreid. En via de bar hier kan er op taal worden gezocht. Bijvoorbeeld Middel-Nederlands. Of ja, dit zijn er meerdere trouwens. En er kan ook worden gezocht kan ook geselecteerd of het handgeschreven is of geprint. En ook de datum van de tekst van het model. Dus hoe oud het materiaal is waar het op getraind is, dat kan ook geselecteerd worden. En dat is allemaal belangrijk, want dat maakt allemaal verschil met hoe accuraat het model is. Er zijn ook nog andere versies voor layout. Layout houdt puur in dat het model getraind is om hoe de tekst opgesteld is om dat te herkennen. Dus bijvoorbeeld waar lopen de alinea's, waar lopen de zinnen. Transkribus kan een tekst die gewoon van boven naar onder en van links naar rechts gewoon prima zelf begrijpen en gewoon goed die alinea's vormgeven. Maar voor sommige andere documenten kan het wat lastig zijn. Daar kom ik straks ook op terug en daar zijn er aparte modellen voor. Dan hier sites. Ik weet niet, volgens mij is dit nog in aanbouw, als ik het goed begrijp. Maar hier kunnen dan uiteindelijk websites gemaakt worden waarop dus het model waarop stukken die getranscribeerd zijn, gepubliceerd kunnen worden en mensen die ook kunnen doorzoeken. Dus om daar te delen. En hier is Learn. En Learn is, dat is volgens mij iets waarmee je quizzen en een soort examens kan maken om te leren handschrift te lezen, geloof ik. Dus dat is een beetje hoe de grote interface eruit ziet. Ik geef het aan de dia. Oké, ja. En Transkribus heeft een nieuwe interface gekregen. Dat is een nieuwe update. En ik ga nu gewoon even laten zien hoe Transkribus nou in de basis precies werkt. Dus om te beginnen, waar men altijd mee begint, is een stuk tekst. Dus bijvoorbeeld, ik heb een 17e-eeuwse tekst die ik graag wil laten transcriberen door het programma. Dan kan men heel handig naar Transkribus AI gaan en daar die tekst invoegen. Zo kan dat ook gesleept worden trouwens. En dan via Transkribus, dat is een soort van pagina waarop je gratis documenten kan laten scannen en een transcriptie uit kan komen. Dan kan je eigenlijk een beetje testen van heeft... Wacht, ik moet trouwens wel een goede taal gebruiken. Nou, dit is Duits, dat is een foutje. Het moet eigenlijk Nederlands zijn. Maar dan krijg je een voorbeeld van of er een goed model aanwezig is voor jouw tekst. En die kun je ook gelijk gebruiken als je in het programma zit. Dus het is een soort van verkenning. Het enige wat wel belangrijk is om te houden is dat Transkribus AI niet geen perfecte weergave geeft. Dus het kan in het programma zelf iets accurater zijn, dat de tekst beter getranscribeerd is, maar het kan iets minder accuraat zijn. Dat kan verschillen per model. Dus het begint eerst, wat hij eigenlijk al aangaf, begint met uploaden. Dat is in het echte programma ook zo. Je uploadt eerst een document naar die server. Dan gaat die server een model opzetten om het te transcriberen. En dan komt daar een tekst uit als er een goed model aanwezig is. Als er geen goed model aanwezig is, moet je die zelf maken. Maar dat gaan we zo direct nog even binnen. Maar dit duurt wel een beetje lang. Nou, ik ga het nu even laten. Maar dit is in ieder geval een optie. Meestal is het iets sneller dan hier. Nou, beginnen bij het begin. Dus ik zit in Transkribus en waar het altijd mee begint is het aanmaken van een collectie. Dus dat doe je hier. Hier rechtsboven, New Collection. Kunt u een naam intypen. Webinar. Dat doe ik even voor het gemak. Daar is een collectie aangemaakt. Webinar, hier rechtsboven is de User Manager. Dat houdt in dat u mensen kan toevoegen aan een collectie. Collecties kunnen gedeeld worden. Als u dat wilt doen, klikt u hierop en dan kunt u de e-mail van degene intikken. Dus de e-mail waar iemand zich mee opgeven, waar iemand een account heeft gemaakt voor Transkribus, kunt u intikken en dan kunt u diegene toevoegen. En dan kunt u ook bepalen wat degene's rol is, dus of ze alles kunnen bewerken of alleen maar een gedeelte, et cetera. Oké, nou, we hebben nu een collectie, maar nu hebben we nog een stuk tekst nodig om te transcriberen. Dan klik je hier op upload. Dan ik doe browse, maar je kunt ook slepen. Dat is wat nu de voorkeur is. Dan submit. En dan gaat hij, zoals hij ook hier aangeeft, gaat hem uploaden. Dit doet hij gelijk, zeg maar. In ieder geval iets uploaden gaat meestal, ja, of het heel groot zijn, dat kan iets langer duren. Dit heeft hij gelijk gedaan, maar stel als u wil weten hoe ver die is, en soms kan het langer duren, kunt u hier bij jobs kijken en dan kunt u zien hoe ver die is. Maar hier staat al, het is finished, hij is klaar. Dus moet ik alleen de pagina even refreshen. Nieuwe. En dan staat hij als goed tussen. En dan staat hij ertussen. Dan ga ik hier naar de ene pagina. Normaal, bij die vorige blad staan er meerdere pagina's. De meeste documenten gewoon meerdere pagina's stellen. Deze telt maar eentje. Dan zijn er twee opties. Je kunt of gelijk met een transcriptie beginnen. Als u weet dat er al een goed model is, dan kunt u het gelijk laten transcriberen. Of je kunt eerst een layout analyse doen. En dat houdt in dat de computer gaat kijken, gaat aangeven waar hij zinnen ziet. En waar hij alinea's ziet. Dat kan ook handmatig worden gedaan. Want de computer heeft er soms wat meer moeite mee als het een beetje raar loopt. Zoals hier bijvoorbeeld. Want hier, dit is een stuk tekst, apart tekst. En dit is ook een stuk apart tekst. Alleen de computer gaat waarschijnlijk van links naar rechts. Maar dan klopt het niet meer. Dus je kunt zelf ook aangeven waar de alinea's lopen. Dat kan zo. Zo kan dat. Het is dan een alinea, een tekstvlak, een tekstregio of een tekstregion, zoals het in het programma heet. En hier kunnen dan de zinnen mee worden aangegeven. Bij normaal lopende tekst hoeft het niet. En er zijn ook modellen die andere rare vormen van teksten automatisch kunnen doen. Dan kun je gewoon het model erover heen laten gaan. En dat scheelt een hoop tijd. Maar mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u het handmatig doen. En dan kunt u er zelfs ook nog zelf een model uitmaken die het dan herkent. Maar dat zal ik zo nog laten zien. Dan ga ik even terug. Don't save, want ik wil het namelijk niet opslaan. Goed, voor dit geval gaan we gewoon even automatisch een model erop zetten op deze tekst. Daarvoor gaan we naar Start Automatic Transcription. Dan komt u eigenlijk bij een pagina die heel lijkt op die we net eerder hebben gehad, waar al die modellen dus tussen staan. Dan kunnen we een model kiezen, we kunnen erop zoeken. Maar ik weet toevallig al eentje die heel goed is, dus die ga ik gewoon kiezen. Maar dat zijn allemaal opties om de keuze. Wat ook nog een tactiek is om eerst één pagina te laten transcriberen, om te kijken of het een beetje werkt en dan pas meer pagina's. Dat kan ook nog. Ik ga voor het Dutch model. Het Dutch model is een model wat eigenlijk meer modellen bij elkaar samen heeft gevoegd. Er staat bijna 12 miljoen woorden aan tekst waar de computer op getraind is. Dus dat is een zeer accuraat model in de meeste gevallen. In ieder geval een heel goed model. Dus die is redelijk betrouwbaar. Dan klik ik op Start Recognition. En dan begint hij met, dan gaat hij mee aan de slag. En dat kunnen wij hier rechtsboven ook weer zien. Dat zien we hier, running. Dat betekent dat hij mee bezig is. Het kan ook zijn dat hij er queue staat. Dan betekent dat hij in de wachtrij staat. Want omdat alles op één server wordt gedaan. Moet het document naar die server uploaden. En op die server wordt dus ook getranscribeerd. Kan het zijn dat als heel veel mensen tegelijk op die server zitten. Dat het wat langer duurt. Dan kan je in een wachtrij belanden. Dat is gelukkig nu niet het geval. Nu is hij gelijk bezig. Alleen dat kan nog een paar minuten duren. Dus wij gaan ondertussen even verder. Nou, dan kan ik even laten zien wat we gedaan hebben. Wat we eigenlijk hebben gedaan is een document. We hebben eigenlijk een collectie aangemaakt. En daarna een document geüpload. Wij zijn deze route afgegaan. Dus wij hebben een model gevonden. Die heeft tekstverkenning gedaan. Of is daar nu mee bezig. En dan zijn dit de opties die we daarna hebben. Maar hij is nog even mee bezig. Als er geen model voorhanden is wat de tekst kan lezen. Dan moet je zelf een model maken. En dat houdt eigenlijk in zelf transcriberen 20, 30 pagina's. Dat doet hij eerst door die layoutherkenning. Dus of een model of zelf die zinnetjes aanstrepen. En dan zelf de tekst intypen, transcriptie intypen. En dan daar een model uit maken. Daar komen we straks nog in wat meer detail op terug. Dit hebben we allemaal al gedaan. Ja, en wat transcribus inhoudt is dat dus tekst, oude tekst op een afbeelding eigenlijk, we voeren ze in als afbeeldingen, worden doorzoekbaar en eigenlijk overgetypt door de computer, waardoor ze dus zoekbaar en ook leesbaarder zijn. Daarvoor hebben we twee types. We hebben HTR, dat is Handwritten Text Recognition, dat is dus handgeschreven tekst. En we hebben optical character recognition, dat is dus gedrukte, geprinte tekst. En het grote verschil daartussen is dat handgeschreven tekst is wat slordiger over het algemeen. Niemand schrijft zijn L bijvoorbeeld perfect dezelfde keer elke keer. Er zit vaak wat variatie in. Terwijl gedrukte tekst heeft wel de L meestal gewoon precies hetzelfde is. En dat zijn dus eigenlijk twee verschillende modellen worden daaruit gemaakt. Waarvan de HTR, dus de handwritten tekst, vaak iets minder accuraat is dan de gedrukte tekst. Ja, hier kunnen we nog even zien. Wacht, ik moet even hiervoor zetten. Sorry. Ja, hier kunnen we nog zien de precieze verschillen. Kijk vooral naar afzonderlijke personages, characters, afzonderlijke letters. Terwijl de HTR-modellen meer naar de algemene zin kijken. Waar de zin loopt. Nou, zoals eerder aangegeven, er is geen algemeen model voor alle talen. Er zijn gewoon een aantal modellen gemaakt door gebruikers van Transkribus. Alleen het voordeel is dat het aanbod aan modellen steeds uitbreidt. Er komen andere talen bij, maar er komen ook steeds grotere taalmodellen die steeds meer verschillende teksten getraind zijn. Dus steeds meer teksten beter kunnen lezen en transcriberen. En dat zijn dus die publieke modellen. Als er eentje tussen zit die goed bij uw tekst past, bij wat u wil laten transcriberen, dan kunt u die gewoon gebruiken. En dan doet u wat ik net heb gedaan, dat is heel makkelijk. Als er geen model bij zit, dan moet u het zelf trainen en dan wordt het iets lastiger. Ja, dat heb ik net allemaal laten zien. Ja, Bram. Kan ik deze aan jou overgeven, Bram? Of Ja, ik kan wel zeker even overnemen. Zoals ik bij mensen via mail heb aangesproken, het webinar al heb meegegeven, maar wellicht ook al misschien wel zien via andere platformen, hebben we natuurlijk tot nog toe eigenlijk altijd gebruik gemaakt van PyLaia-technologie voor de modellen, voor de HTR+. Dat is intussen eruit moeten gaan vanwege dat het eigenlijk proprietaire software was, dus dat we niet meer konden gebruiken. Maar we hebben eigenlijk sinds begin dit jaar op de ontwikkeling verder gezet van de transformer-technologie. Dus transformer-modellen, die eigenlijk veel breder, makkelijker breed toepasbaar zijn. En zowel voor verschillende talen als verschillende, zowel print als handgeschreven, of veel meer handen eigenlijk kunnen omvatten in één model. Die zijn nu ook intussen eigenlijk klaar, deze transformer-modellen. Eerst dat we eigenlijk publiek released hebben, is de Text Titan I. Dat kan je vanaf nu ook gewoon zo appropriëren. En je ziet op welke taal het al getest getraind is geweest. Het werkt soms ook op andere talen, heb ik al ondervonden. En ja, mijn advies zou eigenlijk altijd zijn, als je gaat beginnen met Transkribus te gebruiken, dat is ook wat ik zelf altijd doe als ik testmateriaal ga testen, dat ik binnenkrijg, of als ik met mensen werk voor een project, is eerst kijken hoe gaat die Text Titan I eigenlijk, hoe goed gaat die werken op die materiaal. Omdat het vaak op namen, op cijfers en dan zeker op een mix van handgeschreven en printdocumenten, eigenlijk heel goede performantie levert, dat ik zo mag uitdrukken. En dan kan je altijd nog verder gaan kijken daarna, is hetgeen resultaat die eruit komt goed genoeg of niet? In mijn ervaring vaak wel, niet altijd. Indien niet, kan je natuurlijk nog altijd op basis daarvan eigenlijk dan met de pagina's die je getranscribeerd hebt, met de Text Titan 1, dan eigenlijk dat materiaal gaan gebruiken om een bestaand model te gaan bijtrainen van de PyLaia gebaseerde technologie, of om je eigen PyLaia model te trainen. Voorlopig kan je nog zelf niet de Text Titan gaan fine-tunen, omdat het echt zoveel trainingsdata gebaseerd is dat gaan hertrainen of bijtrainen enorm lang zou duren. Eventueel kan je wel naar ons komen, zeker als een groot aantal pagina's die je wilt gaan bewerken, dat je toch een fine-tuning wilt, kunnen wij het mogelijk wel voor jou doen als dat zinvol is. Maar voorlopig kan je dus zelf geen specificiteit gaan toevoegen voor jullie specifieke bron op deze transformmodellen. Natuurlijk blijven wij ook verder doorontwikkelen aan deze technologie, waardoor natuurlijk het out-of-the-box resultaat, zoals het dan noemen, steeds beter wordt. Maar bijvoorbeeld op hele archieven van 17e en 18e eeuw die ik getest heb voor van Den Bosch, kwam eigenlijk een perfect resultaat uit met deze transformmodellen. Dus dat was wel, vind ik, wel belangrijk om mee te geven dat dat misschien wel een echte nieuwigheid is, zeker in wanneer ik begon en tegenover wanneer ik misschien met veel van jullie gesproken heb als ik jou gesproken heb. Ja, zoals Bram aangaf, vroeger moest je vooral zelf echt een model maken en dat wordt nu steeds minder, want steeds meer openbare modellen komen, zo'n 150. En ook steeds grotere modellen komen, gebaseerd op meerdere talen of op één taal, maar dan misschien zelfs meerdere perioden in de taal. Waardoor Transkribus zelf al heel veel teksten al enigszins kan transcriberen. En dan kan ook vaak, wat ook nog een optie is om eerst een model op een tekst te zetten, dan dus de computer te laten transcriberen en dan zelf de foutjes eruit te halen en dat dan weer opnieuw door de computer te laten trainen, is ook nog een optie. Dus daar wordt het steeds makkelijker en steeds efficiënter om stukken te laten transcriberen. Naar het filteren. Wat belangrijk is bij het kijken naar welk model u wilt gebruiken, is ook naar het CER, dat is Character Error Rate, oftewel de foutmarge. Want als model getraind wordt, wordt er ook altijd één pagina wat getranscribeerd is door een persoon, zodat het gewoon correct is, en één pagina door de computer met elkaar vergeleken, of meerdere. En dan wordt gekeken van hoe accuraat is het, hoe goed doet de computer het, en dan kan er een soort van foutpercentage worden vastgesteld. Dat laat zien hoe accuraat het model is. Dus hoe lager, hoe beter eigenlijk. Meestal rond de 5% is al goed. Ligt ook een beetje aan wat voor type model. Dit is bijvoorbeeld een heel groot model. Dan is het niet erg als het iets hoger ligt, omdat het gewoon op heel verschillende dingen is getraind. Maar zeker bij kleine modellen is die 5% of daar liefst daaronder wel handig. Deze ga ik even door. Ja, dus dan, ik ga even terug naar ons document wat we hebben laten transcriberen. Even kijken of hij al klaar is, volgens mij wel. Ja, hij is gereed. Het mooie daarvan is dat, misschien wel grappig, maar dit is dus een oude versie van het Wilhelmus, voor degenen die het nog niet hadden gezien. Zoals je kunt zien, klopt het wel enigszins. Alleen de zinnen staan door elkaar. Van verschillende complete. En dat komt omdat die complete naast elkaar worden opgeschreven. En de computer leest van links naar rechts, die houdt het door elkaar. Dus dat zou zelf moeten aanpassen. Of een ander model opzetten wat daar wel rekening mee houdt, dat er wel op getraind is op deze structuur van de tekst. Wat ook nog een optie is, men kan zelf tekstregio's maken, maar ze kunnen ook aangepast worden. Zo bijvoorbeeld. Dat is ook nog een optie. En wat ook handig is aan als een tekst getranscribeerd is, is dat zowel klikken op de tekst, dus klikken op bijvoorbeeld een zin, gaat hij gelijk hier naar de transcriptie. En andersom doet het ook, als een transcriptie een zin van een transcriptie wordt aangeklikt, dan laat hij ook zien waar die staat. Dus dat is heel makkelijk. Oké, dan wat nog een hele handige optie is van Transkribus is dat naast dus dat die oude teksten kan transcriberen, is het ook doordat die teksten dus, ik ga even opslaan, is dat die teksten dus ook doorzoekbaar kunnen worden, omdat ze dan ja, nu echt een soort van tekst van gemaakt van die, met karakters. Dus dan, het kan gedaan worden door naar de collectie te gaan of gewoon home mag ook. En hier is een zoekbar en daar kan gewoon een term in worden getikt. Dus bijvoorbeeld Nassau, ik weet van wat die erin staat. Kan ik erop klikken. En dan zien we hier, dit is dan echt de hele bibliotheek die ik zelf heb. Dus er staan heel veel verschillende dingen tussen van alle woorden waar die computer als Nassau heeft getranscribeerd. Dat is wel belangrijk. Als de computer iets verkeerd heeft getranscribeerd, dan wordt het niet gevonden. Dus zeg maar, als het Nassau staat en de computer denkt staat Henk, dan gaat hij het nu niet vinden. Behalve dus met Smart Search, dat is een speciaal manier van transcriberen die aangezet kan worden als een tekst getranscribeerd kost wel iets meer credits. Dan kan hij het misschien nog wel vinden. Hier kan ook nog per document worden gesorteerd. Of, nou, dit is het document dat wij hebben laten transcriberen en dan zien we hem hier staan. Wilhelmus van Nassau, zoals we hem net hebben gezien. Dus zo kunnen docenten de documenten heel makkelijk doorzoekbaar worden gemaakt. En dat is heel handig. En dat kan, zoals Bram ook al laat zien, ook dus op een grotere schaal worden gedaan. Bijvoorbeeld met archieven. Bijvoorbeeld met dat Amsterdam Notieel akte archief. Dan kan iemand gewoon Rembrandt intikken. En alle documenten waarin de computer Rembrandt heeft gespot of iets als Rembrandt heeft getranscribeerd, laat die dan gelijk zien. Zo kunnen heel makkelijk personen en onderwerpen gezocht worden. Dus dat is dan hoe Smart Search werkt. Tekst, ja, hier ga ik nu niet te veel op in, vanwege de tijd, maar bij een tekst kunnen ook nog tekst worden, labels worden geplaatst. Voornamelijk voor structureel, dus welk gedeelte van tekst zit. Dit is bijvoorbeeld dan de heading, de titel, dit is dan bijvoorbeeld de paragraaf. Zo kan de computer op structuur worden getraind, dat de computer zelf gaat inzien van, oh, dit is een titel, dit is een paragraaf, en dat zelf goed indelen. En dan kunnen onderzoekers dus ook heel makkelijk op die labels zoeken. Stel, ik wil alleen maar titels zien, kan ik dat intikken en dan kan ik dat makkelijk vinden. Ja, dit is het zoekgedeelte. Wat ook nog een optie is fuzzy search. Dan houdt Transkribus dus rekening mee dat sommige dingen niet helemaal goed getranscribeerd zijn. Dus laat hij ook woorden zien die niet precies overeenkomen met wat u in de zoekbalk hebt getikt. Maar wat wel in de buurt zit. En zo kunnen ook dus woorden die niet helemaal goed getranscribeerd zijn alsnog gevonden worden. Dus slim zoeken, dat kan aangezet worden als iemand een model over een tekst laat gaan. En dan kan Transkribus zelf dus woorden vinden die niet goed getranscribeerd zijn. Bijvoorbeeld hier Tommaso intikken. En dan hier stond Dominato, is verkeerd getranscribeerd, maar hij vindt hem alsnog. Nou, dat is mooi. We hebben dus nu een stuk tekst laten transcriberen door een model. En dan kan het ook geëxporteerd worden. En exporteren houdt in dat we het model, of dat we die tekst naar een ander bestand overzetten en dan zelf onze computer kunnen opslaan of dat we het kunnen delen met andere mensen. Om dat te doen, simpelweg hierover gaan, dit vakje aanklikken. Dan is het export. Dan krijgt u allemaal opties. Verschillende bestandsvormen kunnen worden gedaan. Ik ga zelf gewoon meestal voor PDF en dan met de afbeeldingen. En dan gewoon met de afbeeldingen boven. En dan de teksttranscriptie onder. Dan kan ik het zelf nog vergelijken met elkaar. Maar dat zijn allemaal opties. Dan zal Transkribus een downloadlink via uw mail sturen. Die u heeft gebruikt om een account aan te maken. U kunt het via uw mail downloaden. En dan staat het op uw computer. Dus zo kunnen teksten geëxporteerd worden. transcripties geëxporteerd worden. Oké. Dit is het gedeelte over trainingsmodellen. Want ja, stel, we hebben een tekst die zo lastig is of zo niche, waar geen trainingsmodel voor is, die het goed kan transcriberen, dan moeten we dus zelf een model maken. Modellen kunnen dus voor verschillende dingen getraind worden. Ze kunnen getraind worden voor tekstherkenning, simpelweg voor het maken van transcriptie, die ik dan kan lezen. Ze kunnen gemaakt worden voor lijnen, dus dat ze gewoon de zinnen goed herkennen. Voor vel, dat ze de tekstregio's goed herkennen. En ook voor tabellen. Dus echt voor een tekst die uit tabellen bestaat. Vaak administratieve, financiële stukken hebben we nog wel eens tabellen met rekensommen en dergelijke. Transcribers kunnen ook leren om die tabellen te herkennen en goed te transcriberen en goed mee te nemen. Daar kunnen ook modellen op getraind worden. Hoe werkt het trainen van een tekstmodel? Nou, allereerst heeft u daarvoor 15 tot 75 pagina's aan transcripties nodig, 5.000 tot 15.000 woorden. Dat kan heel erg verschillen, het ligt heel erg aan uw materiaal wat u wil gaan laten transcriberen. Want bijvoorbeeld, als ik één periode neem, bijvoorbeeld 10 jaar of gewoon echt één periode, 1650, één gebied, één schrijver, dan gaat het al snel naar bijvoorbeeld die 5.000. Dus daar heeft u al genoeg aan. Of heb ik al genoeg aan. Maar stel, als ik een grotere periode neem, dus 100, 200 jaar, een grotere regio, verschillende handen, verschillende mensen die hebben geschreven en dus ook een ander handschrift hebben. Hoe meer van dat soort complicaties bij komen, hoe meer woorden en meer transcripties nodig zijn om een goed model te creëren. Wat wel fijn is, is dat veel van die publieke modellen ook als base model kunnen worden gebruikt. Dat ze een soort van fundament zijn waarop de computer dan kan voortbouwen. En kan leren. En dat verhoogt de accuraatheid van de computer ook al een hoop van de transcripties. Dan ga ik weer even terug naar het programma. Dus stel, als ik zelf vanaf het begin echt transcripties wil maken, wil gaan transcriberen, zoals ik al net heb laten zien, dan is het belangrijk om of via een model een layout analyse te maken. En dat houdt in dat gewoon de computer gaat kijken van waar lopen de zinnen, waar lopen de regio's. Of als het echt niet lukt, zelf handmatig te doen. Maar meestal kan de computer het wel herkennen. Ja, behalve dan dus in af en toe in dit soort rare gevallen. En dan zelf hier de transcripties in te tikken. En dan heeft u een pagina die heet Ground Truth. En dat houdt in, dit is een pagina met een correcte transcriptie die gebruikt kan worden om de computer te trainen. Nou, dit is geen ground truth, dit hebben we door de computer gedaan. Het is redelijk accuraat, maar het is niet perfect. Maar goed, we doen net even alsof het ground truth is. Alsof het gewoon accuraat is. Als u dan een model wil maken, gaat u eerst naar models. Klikt u op train een nieuw model. Dan geeft u jullie verschillende opties. Dit is gewoon puur voor het maken van transcripties. Dit is puur voor het herkennen van zinnen, van zinsloop. De computer gaat leren hoe die zinnen lopen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de pagina of de teksten zijn waar de zinnen misschien wat kronkelig zijn of anders lopen. Dan kan de computer daar moeite mee hebben. En dit is een field model en dat houdt gewoon puur in waar lopen de regio's, de tekstregio's, de alinea's. Wij gaan even voor text recognition model. Dan moet eerst de training data, dus de pagina's waarop we de computer gaan trainen. Wij hadden webinar, had ik ingetikt. Dus nou, ik klik hier webinar. Dit is niet genoeg, maar het is gewoon puur om even te laten zien van hoe dat dan loopt. Goed, dan hebben we dit als trainingdata. Dus hier gaan we de computer op trainen. Dan gaan we naar... Oh, dat vond hij niet leuk. Nee, ik moest hem next klikken. Excuses. Ik ga even terug. Webinar. Oké, dan op next. Nu hebben we de trainingdata, dus waar we de computer op gaan trainen. Het oefenmateriaal geselecteerd. Nu moet het validatiemateriaal. Dat houdt in dat bij elk model hebben we dus een aantal pagina's waarop de computer gaan trainen. Dus hij gaat dan die pagina's, die afbeeldingen vergelijken met de transcriptie die erin staat. En zo dus een verband zien tussen de pixels en de letters eigenlijk. En we hebben een aantal pagina's waarvan we zeggen van deze zijn accuraat. Deze kan de computer vergelijken met zijn eigen transcripties. En zo kijken in hoeverre hij accuraat is en in hoeverre hij nog... en daar kan de computer ook zelf nog van zijn fouten leren om het model te verbeteren. Dat is eigenlijk meer voor een soort van reflectie. Dan model setup. Dat houdt in dat we een model een naam geven. Nou, bijvoorbeeld oefening. Dan, hier kunnen we dan alle details kwijt van hoe het gemaakt is, waar het op gemaakt is. Belangrijk ons jaartal, het type materiaal, de tekst aan te geven. Hier kunt u dan een foto of een afbeelding bij plakken. En hier kunt u dan de taal aan geven en hier dan ook de tijd, de oudheid van het materiaal. En dan kunt u next en dan gaat hij het maken. Dat gaan we nu even niet doen, maar dit is dus hoe een model gemaakt wordt. En dan gaat hij draaien. Het kan, het model duurde vaak wel wat langer. Dus het kan even duren of hij dan klaar is met het maken van het model. En als hij het model gemaakt heeft, laat hij ook gelijk één pagina, althans weer een pagina zien door de computer. En geeft hij ook een foutmarge aan. Zodat we kunnen zien hoe accuraat het model is. Of het betrouwbaar is of niet. Zoals... Ja, en voor het validatie, dus voor de pagina's waarmee de computer gaat vergelijken of het nauwkeurig is of niet, moet altijd een beetje 10% zijn van de training set. Dus stel ik ga de computer op 20 pagina's trainen, dan heb ik 2 pagina's nodig om mee te valideren. En die 2 pagina's moeten ook enigszins representatief zijn voor waar de computer op getraind is. Stel ik ga... 20 pagina's, op 20 pagina's Nederlandse tekst trainen. En ik doe dan 2 pagina's Latijn als validatie. Nou, dan gaat het niet goed komen. Dus dat is wel heel belangrijk, omdat het echt representatief voor de tekst is. Nou, dit zijn de verschillen die ik al heb uitgelegd. Ground truth, transcripties die gewoon correct zijn. De training set, de pagina's waar de computer op trainen. De validatie set, de pagina's waar de computer zelf vergelijkt. En kijkt hoe nauwkeurig hij is. Dit kan ook nog worden aangegeven, epochs en early stopping. Epochs is hoeveel keer de computer over de teksten heen gaat en gaat vergelijken met de transcripties. Dus hier zou je dan 100 keer doen. En early stopping houdt in dat, tot hier met 20, als de computer na 20 keer dezelfde pagina heeft bekeken en geen verbetering plaatsvindt in zijn eigen transcripties die hij maakt ervan, dan stopt hij. En dat is vooral belangrijk, omdat we die server dus met z'n allen delen waar dit op plaatsvindt. En als er heel veel modellen worden getraind die niet beter worden, dan is het beter om die eerder af te kappen, zodat andere mensen ruimte hebben om hun modellen te trainen. Dat is eigenlijk vooral daarvoor. Hier ziet u hoe het dan loopt. Dit is dan train character error rates, dus de fouten die hij maakt bij het trainen, dit zijn dan de fouten die hij maakt bij het valideren. En als het goed loopt, dan gaan die bijlijnen omlaag en rond de 4-5%. Er zullen altijd een perfecte transcriptie is haast omhoog, zal altijd al een aantal foutjes zitten, dus het zal altijd wel een paar procent zijn. Al is mensen volgens mij wel gelukt om 2 of 1% te halen, echt heel veel materiaal te gebruiken. Dus dat is op zich mogelijk. Zoals ik heb uitgelegd, we kunnen dus op ons eigen materiaal gaan trainen, maar we kunnen ook ons eigen materiaal gebruiken en een basismodel. Dan gebruiken we al een publiek model dat bestaat. Die kunnen we dan als soort van fundament gebruiken en daar kunnen wij met ons eigen materiaal de computer verder opbouwen en de computer verder op trainen. En dan wordt het vaak wel wat accurater, de transcripties. En er is ook nog een optie om teksten van rechts naar links aan te zetten, dat ze via de andere kant getranscribeerd zijn. Nou, dit is een kort overzicht, dat ik al een beetje heb uitgelegd. Hoe meer pagina's, hoe groter de error rate gaat zijn, hoe meer pagina's, hoe meer verschillende mensen die eraan hebben gewerkt, hoe groter de error rate is, hoe groter de tijdsperiode van de stukken, hoe groter de error rate is. Dus dat zijn allemaal dingen om mee te nemen. Dus hoe lastiger het wordt door bijvoorbeeld een langere periode of door verschillende handen, verschillende schrijfstijlen, hoe meer pagina's en woorden er nodig zijn om de computer op te trainen om een goed model mee te kunnen maken. En het karakterfoutpercentage zal altijd wel iets hoger zijn bij die grotere modellen. Oké, modellen voor trainingslijnen. Die ga ik even kort door. Wat we eigenlijk net hebben gedaan is dus een model trainen op tekst. Dus tekst vergelijken dus een transcript vergelijken met pixels en daar dan de woorden uithalen. Hier kunnen we het zelf doen, maar dan gewoon met tekstregio's. Dus we laten gewoon zien van, hier staat een alinea, de computer kijkt daarnaar, gaat het patroon zien en denkt, oké, hier zit een alinea. En hopelijk bij een volgende pagina die dezelfde indeling heeft, ziet hij ook gelijk op dat stuk een alinea staan en geeft het ook aan. Dus dat is vooral om de, zoals hier zeggen we dan, goed, hier maken we dan één alinea van. Eigenlijk zijn het er twee volgens mij, maar goed, hier wordt er vast één alinea aangegeven. Dit is één alinea en de computer gaat dat dan hopelijk in de andere pagina's die erop lijken, dat ook herkennen en gewoon automatisch zeggen, oké, dit is één alinea en dat zo aangeven. Zelfs geld voorzien en dergelijke. Er zijn ook allemaal opties in, daar zal ik niet te veel op ingaan. Maar er zijn meerdere opties in en meerdere OpenAI-modellen die verschillende layouts op getraind zijn. Maar dat is vooral een beetje experimenteren en zelf kijken wat het beste werkt. Ook hier zijn allemaal weer opties in, maar dat ga ik nu niet te veel op in. Nou, zoals eerder aangegeven hebben we veld- en tabelmodellen. Veldmodellen kan de computer zelf begrijpen, een soort tekst begrijpen. Dus die begrijpen vanzelf hier dat dit stukje het gaat over de namen, dus dit moet dan een naam zijn. Dit stukje gaat over het geboortejaar en de plaats. Dus dan begrijpt de computer gelijk van oké, dit is een geboortejaar en dit is de plaats. En zo kunnen we dus aan die criteria, aan die specificaties, aan die tekst, die labels, kan de computer al begrijpen dat dit stukje informatie zo over een jaartal aangaat. Gaat en het zelf aangeven. Dat kan ook getraind worden. Dit is ook heel interessant, dit is krantsegmentatie. Dat houdt in dat de computer getraind is om allemaal van die subkoppen en kopjes in een krant, alinea's in een krant te begrijpen en ook gelijk te taggen, te labelen, waardoor de computer gelijk begrijpt van, oh, dit is een stuk tekst, dat moet ik van links naar rechts zetten. En dit is een stuk tekst, dat moet ik van links naar rechts doen. Want als dat niet zou gedaan worden, dan zou de computer hier van links naar hier helemaal rechts gaan. En dat klopt natuurlijk niet, want de tekst loopt zo. En niet zo. Dus dat is bij de beta-versie. Daar zijn al modellen van die op kranten getraind zijn en kranten goed kunnen indexeren. Hetzelfde geldt voor tekstregio's, bijvoorbeeld oude brieven. Zijn er ook al modellen die erop getraind zijn. Ja, dit is die vorm segmentatie, dus dat verschillende delen van een tekst, bijvoorbeeld de datum of iemands naam, dat de computer al herkent dat zijn naam, dat ook zelf een tag geeft. En daar kan dan ook makkelijk op gezocht worden. Nou ja, dit zijn tabelmodellen. Tabelmodellen zijn dus zo uitgelegd voor tabellen, die dan kunnen, die de computer makkelijk kan herkennen en ook gewoon beter kan transcriberen. En makkelijk die indelingen kan herkennen die in zo'n tabel lopen. Want ook anders, anders zou de computer misschien ook heel raar dingen gaan doen als hij niet begrijpt dat het een tabel is. Dan gaat hij gewoon ook weer van links naar rechts en dat kan ook weer de fout ingaan. Daar worden ook modellen van gemaakt, die zijn binnenkort ook beschikbaar. Dus het is meer nog een beetje een toekomstding. Dit is een LLM. Dus, dit houdt in dat er tekst, verschillende labels in een tekst bekeken kunnen worden door de computer. En de computer ook al gelijk automatisch gaat begrijpen van, oh, dit gaat over een plaats of dit gaat over een naam. Dat kan dus, wij kunnen dat dus trainen, maar er zijn dus ook manieren waarop de computer dat langzamerhand zelf kan leren en ook kan gaan toepassen. Bijvoorbeeld hier snapt hij van, oké, dit is een persoon. Dit is een locatie. Dit is een locatie. Dit is een tijd. En zo dus heel... En dat worden dan dus ook weer tags en labels. En op die labels en tags kan ook weer gezocht worden. Stel, ik doe bijvoorbeeld een onderzoek over Gibraltar. Dat draag ik niet uit. Ik doe bijvoorbeeld een onderzoek over plaatsen. Dan kan ik gelijk op de tag plaatsen zoeken. En dan kan ik alle plaatsen in een tekst vinden. Dus hier kan hij ook heel goed bijvoorbeeld testamenten sorteren in een tabel. Met alle informatie duidelijk gesorteerd. Zodat het zelf niet meer hoeven uit te zoeken. Dus dat zijn ook allemaal opties, maar dat is ook nog een beetje toekomstmuziek. Volgens mij, of inderdaad, kan wel, maar er wordt nog aangewerkt. Bram, dan geef ik nu weer aan jou over. Ja, oké. Dus misschien ook wel een van de meest grootste vernieuwingen, zal ik maar zeggen, of veranderingen of aanpassingen Natuurlijk, net zoals alles verandert, moeten wij ons ook aanpassen aan een organisatie en een gebruikersgroep die groeit, een gebruikersgemeenschap die groeit. En waarom hebben we eigenlijk gekeken, oké, hoe gaan de meeste organisaties om met het toelaten of het toestaan van gebruik van hun software, op welke manier kunnen we dat verder gaan organiseren. En zoals jullie weten wellicht hebben wij eigenlijk tot nu toe altijd met een kredietenpakket gewerkt, waarbij je bepaalde credits aankocht en waarbij dan stapels waren, waarbij telkens per credit goedkoop werd, dus die grotere aantallen waren, en er dan credits opgeconsumeerd werden bij het herkennen van pagina's. Dus zijn er ofwel print ofwel handgeschreven, dat waren verschillende procenten van credits die dan opgebruikt werden. Maar natuurlijk, wat we dan achter kwamen, is dat enigszins problematisch werd, omdat, zoals bijvoorbeeld in de chat al enkele keren hebben aangegeven, sommige gebruikers enorm grote aantallen van onze storage gingen opgebruiken. Of dat sommige gebruikers heel veel training runs, dus heel veel gingen trainen, andere gebruikers niet, waar dan bijvoorbeeld eigenlijk geen kost aan verbonden was, maar natuurlijk eigenlijk wel een processingcapaciteit vraagt van ons, waar wij moeten investeren natuurlijk. Dus we hebben gaan nadenken, hoe kunnen wij hier een systeem bedenken dat het voor ons mogelijk maakt en mogelijk houdt om de software te blijven ontwikkelen en vooral om eigenlijk de infrastructuur die de processing en de storage moet doen in stand kan houden en dat we dat verder kunnen blijven ontwikkelen op een manier die fair blijft en die ook toegankelijk blijft voor iedereen uiteindelijk. Dus hebben we eigenlijk gaan kijken naar een soort van abonnementsysteem, zal ik maar zeggen, dat denk ik toch vrij flexibel is. Het is natuurlijk wel een verandering van manier van werken. Ook al kan je eigenlijk op de manier blijven werken als je voorheen werkte. Maar het is belangrijk dat we een fijne manier vinden voor iedereen. Dus vooral voor de individuele gebruikers. Dat iedereen eigenlijk gelijk gebruik kan maken van het systeem. En dat ook dat wij gelijk of een fair use vergoed worden voor de processingkracht die er nodig is voor zaken die gebeuren. Dus daarom ook, als je misschien een slide verder kan gaan, Joost. Wat er eigenlijk zal veranderen fundamenteel is dat je eigenlijk een abonnementsysteem hebt. Dat kan per maand, dat kan per jaar. Dat kan ook voor 3 maanden, voor 5 maanden, 6 maanden. Dat kan ook voor 2, 3 jaar. Dat kan allemaal vrij en gekozen worden. En ik zeg het, neem contact met ons op over jouw specifieke case, hoe jij Transkribus wilt gebruiken. Dan kunnen we altijd wel kijken hoe we er een mouw aan kunnen doen. Zeker voor speciale gevallen. We weten, archiefwereld of onderzoekers werken vaak in projecten. Die willen niet per se elke maand zaken gaan processen. Daar zijn zeker mouwen aan te passen. Ik zal er even ingaan. Maar het idee is eigenlijk meer van, oké, hoe kunnen wij eigenlijk sowieso het gebruik wat meer gaan spreiden? Dat er meer spreiding is in het gebruik van de servers. En ook kunnen wij misschien mensen die continu de software gebruiken wat meer gaan belonen. Dat zijn eigenlijk de concepten erachter. Nu, ik denk, een belangrijk punt is, je krijgt 500 credits gratis tot nu toe. Als je een account aanmaakt, daarmee kan je experimenteren, gaan testen. Daarna moeten dan credits aangekocht worden, aan een bepaalde prijs. Wat eigenlijk in die zin misschien wel een verbetering is, ik denk het wel, is dat eigenlijk voor altijd een gratis abonnement blijft bestaan. Zoals je hier kan zien, individual prijs 0. Als je een abonnement neemt van 100 credits. Dus als je een account aanmaakt en je hebt geen geld, je hebt niks te sparen, je krijgt elke maand dan eigenlijk een quotum van 100 credits die je kan gebruiken. Dus die credits stapelen niet op. Dat wordt niet na maand 2 200 credits, dat wordt nu aan 100. Maar je kan dus eigenlijk vrij gratis gebruik blijven maken van de software in een beperkte mate. Natuurlijk, andere elementen waarbij je moet kijken, is dat eigenlijk alle features die er tot deze zomer ontwikkeld zijn, zal ik dan maar zeggen. Dus layout-herkenning en dergelijke, die blijven ook allemaal in het gratis abonnement mogelijk. Maar nieuwe features, zoals bijvoorbeeld een tabelherkenning of een field recognition, dus een meer geavanceerde layout-herkenning, of bijvoorbeeld het zelf publiceren via Transkribus sites. Er zit sowieso, vroeger zat er ook al een bepaalde hostingkost aan vast. Nu is dat eigenlijk, ondergebracht in dat Scholar-abonnement, dat je hier al in het midden ziet. En waarbij je ook 1000 pagina's per maand inclusief altijd kan hosten. Dus de nieuwe features die gaan eigenlijk wel verbonden worden aan de hogere stapels van het moment. Waardoor eigenlijk die nieuwe ontwikkelingen en ook die processing power die die nieuwe ontwikkelingen vragen, als je die gaat toepassen, dat er ook een bepaalde kosten aan vasthangt. Dus dat wij het kunnen blijven ontwikkelen en onderhouden. Misschien kort over de verschillende soorten abonnementen. Zoals je ziet, eigenlijk individual is misschien voor mensen zoals ik, die in hun privé-tijd voor familieleden onderzoek doen en transcripties wil maken. Dan kan je het gratis abonnement nemen. Stel nu dat je ook meer dan 100 pagina's of 100 bewerkingen per maand wilt gaan doen. Dan kan je ook hoger abonnement nemen. Voor Scholar heb je dan eigenlijk meer echte researchers, veel researchers die toch wel meer nodig hebben, die misschien ook wat meer nodig hebben aan bepaalde collaboratietools, samenwerkingstools, misschien ook meer opslag bijvoorbeeld ook. Dat is eigenlijk tussenin. En dan ook organisatieabonnementen, wanneer het echt gaat over grote projecten of echt organisaties, universiteiten, waar het continu door het jaar redelijk wat credits gebruikt worden door verschillende onderzoekers, dan is dat ook mogelijk. En we proberen eigenlijk zoveel mogelijk echt een fair use policy voor te dragen hierbij. Dus bijvoorbeeld zaken zoals, er zal een limiet zijn aan storage per soort abonnement, een limiet aan training per soort abonnement, een limiet aan aantal credits natuurlijk, en ook aan bepaalde nieuwe features die je kan gebruiken of niet. Bijvoorbeeld zoals die geavanceerde tabelherkenning of layoutherkenning. Nu, mij lijkt zeker alsnog in het gratis abonnement of ook per abonnement, als we spreken over 5, ik kan het even nahalen voor de zekerheid. Als we spreken over een 20 gigabyte opslag voor het individual abonnement, een 200 gigabyte opslag voor het scholar abonnement en voor organisaties, kan het gaan tot verschillende terabytes. Een trainingruns van 5 voor het individueel abonnement of 30 per maand bij het scholar abonnement. Dan zijn dat denk ik getallen die alsnog fair zijn en die alsnog wel maken dat je zelfs voor weinig of gratis eigenlijk de software kan gebruiken zoals je dat wilt. Een ander belangrijk element is denk ik wel, zeker als je per credit gaat kijken, er zijn misschien meer bewerkingen die bepaalde zaken kosten. Bijvoorbeeld een advanced layout technician zal een credit kosten, maar dat kost per credit, als je gaat vergelijken bijvoorbeeld een abonnement waarbij je 30.000 credits op een jaar hebt, tegenover een pakket waar je vroeger 30.000 credits per jaar kocht, dat de prijzen enorm gedaald zijn. Dus daar staat, in die zin is het ook denk ik zelfs voordeliger geworden als je optimaal gebruik maakt van die quota. En als je echt een project hebt en je zegt, oké, ik wil nu op 2 maanden tijd 30.000 bladzijden gaan laten HTR'en, tekst herkennen of dergelijke, je kan perfect een jaarabonnement nemen, dan krijg je een maand gratis, dan krijg je eigenlijk dat quotum voor heel dat jaar, kan je gebruiken in dat jaar wanneer je wilt. En als je een maandabonnement neemt, dan kan je ook elke maand afzeggen, heb je een quotum per maand. Dus zo gaat het eigenlijk werken, in die zin. Dus dat is eigenlijk de grote verandering. Zoals ik al zei, kom naar mij, kom naar ons, vragen met je specifiek geval. We vinden denk ik sowieso wel een oplossing die even goed of zelfs voordeliger is dan voorheen. Maar het is een verandering van mindset vooral, een verandering, ook al is het misschien een goede verandering, doet in het begin altijd een beetje pijn. Je weet dat er, net zoals bijvoorbeeld de verandering van de expert client, die zeker nog altijd in gebruik zal blijven en zeer goed is, maar die niet verder upgraded zal worden naar de webinterface, die uiteindelijk even goed of beter zal worden dan de expert client. Ja, uiteindelijk is dat even een verandering van mindset. En dat is belangrijk om mee te geven, denk ik, dat er eigenlijk fundamenteel de zaken alleen maar beter worden. En dat we zo beter kunnen blijven ontwikkelen. Ik denk dat je mag verder gaan, Joost. Qua slides, misschien nog kort een overzicht. De meeste zaken heb ik hier al vermeld. Dus de overgang zijn we eigenlijk aan het maken nu en zal finaal zijn in oktober. Misschien een belangrijk element, als je lid bent, dan maakt niet uit welk abonnement je hebt. Dus als je bijvoorbeeld individueel lid bent en je hebt een individueel abonnement, krijg je toch toegang tot alle functionaliteiten. Dus dat is ook wel weer een voordeel om lid te worden. Zoals we al zeiden, die 100 credits gratis bij een basisabonnement blijft. En de laatste heb ik ook al gezegd, dat eigenlijk de bedoeling is dat iedereen er beter van wordt. Dat we deze verandering doorvoeren, dat we eigenlijk moderniseren in deze zin. Ik denk dat de meeste organisaties werken tegenwoordig een soort van subscription of abonnementsysteem. En wij moeten dat uiteindelijk ook doen om door te kunnen blijven gaan. Misschien de volgende slide. En dan natuurlijk het beurzenprogramma zoals we dat hebben gehad voor studenten of leraren. Het kan zijn voor een masterproef, het kan zijn voor een doctoraatsproef. Of voor leraren die bijvoorbeeld Transkribus gebruiken tijdens hun les of dergelijke. Blijft het mogelijk om eigenlijk het beurzenprogramma of het scholarship-programma aan te vragen. Natuurlijk, er zijn enige voorwaarden aan verbonden. Dat heeft ook enige beperking aan het aantal credits je kan krijgen. Maar ik zou zeggen, doe een aanvraag, leg uit wat je wilt doen, wat de rol van Transkribus is. En dan komen wij bij jou terug om te kijken, hoe kunnen we het mogelijk maken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat, het is een give and take, zal ik maar zeggen. En ook daar blijft het fair use natuurlijk van belang. Dat maar even. En ik denk ja, dat we hier nog finaal, zoals we al zeiden, onze website, ons helpcenter met de resources waar je de technische informatie kan vinden, ook onze Twitter en natuurlijk het e-mailadres waar je vragen aan kan stellen. Natuurlijk, de meeste van jullie hebben mijn e-mailadres wel voor een heel deel al. Dat is b.jacobs@readcoop.eu. Kan je ons vragen stellen, zowel als het gaat over het fiscale aspect, over projecten, hoe het best project uit te voeren. Ja, wij zijn er voor jullie om vragen te antwoorden. Ik denk dat we dan ja, eigenlijk rond zijn en nog tijd hebben voor vragen. Dus ik zou zeggen, laat maar komen. Er was misschien één vraag die ik al direct kon beantwoorden van Marco Streefkerk. Zijn er al institutionele gebruikers die praktijk hebben met ja, hoe eigenlijk dus documenten beheren en publiceren via het collectiebeheersysteem? Als je daarmee bedoelt de integraties waarmee we met CMS-voorzieners of providers aan het werken zijn of aan het bespreken zijn, dan zijn de eerste testprojecten die daarin lopen, die starten in september en zo licht november, december aflopen, afhankelijk van omstandigheden natuurlijk. Maar het gaat dan vooral in eerste instantie om eigenlijk die workflow, om documenten vanuit je CMS makkelijker in Transkribus te krijgen en dan ook weer de resultaten, de output van Transkribus, weer makkelijker in je CMS. Dus zijn er ook op de juiste plaats, met de juiste naamgeving en dergelijke meer. Ook deze CMS-providers zijn natuurlijk aan het kijken naar een viewer te maken, zodat deze mooi kunnen gepresenteerd worden. Maar los daarvan is het natuurlijk perfect mogelijk als jij documenten in Transkribus werkt om die in jouw ja, formaat dat jij verkiest, TEI, TXT, ALTO, XML, om die uit Transkribus te halen en zo te gaan hosten op welk CMS of welk platform, welke website die je zelf gebruikt. En dat is natuurlijk hoe het ja, tot nu toe het, al meestal gebeurd is natuurlijk. En daarnaast natuurlijk de read and search, dat is eigenlijk dat wij zelf voorzien, waarmee je zaken uit Transkribus kan gaan publiceren. Dus ik hoop dat dat die vraag beantwoordt. Er zijn verschillende manieren die vraag kan bekijken. Ik denk dat ze alle mogelijke manieren beantwoord. Dus er zijn ja, testprojecten. Er zijn al ja, de meeste gebruikers die Transkribus gebruiken de laatste jaren, die hebben natuurlijk op die manier gepubliceerd door gewoon manueel eigenlijk zaken te exporteren en op de website te publiceren. Dan kijk ik nog even naar andere vragen. Ik denk dat de meeste vragen in de Q&A beantwoord zijn. Misschien nog zaken, ik denk dat de meeste zaken daar getackled zijn, misschien zaken die niet aanhalen. Natuurlijk, ja, hè, alle modellen, al het gebruik van Transkribus is ook een vraag die ik vaak krijg. Je moet geen lid zijn om modellen te kunnen gebruiken of om Transkribus te kunnen gebruiken. Dat moet helemaal niet. Het kan voordelig zijn, financieel of andere manieren. En natuurlijk het is leuk om ons te steunen en ook om de gemeenschap te steunen, verder op je te steunen om dit te worden. Maar het is geen vereiste. De output formats, daar zijn we ook, daar zijn we ook op onze website, is er van alles op te vinden. Ik zie verder eigenlijk geen vragen meer. Zijn er voor de rest vragen? Hebben mensen nog vragen van andere dingen? Ik kan het zien in de chat. Oh, dat is een goeie. Is het gebruik van een scantent beter dan met een gewone fotocamera? Nou ja, een scantent gebruikt eigenlijk gewoon een fotocamera, een mobiele camera. Maar het voordeel van een scantent is dat het licht van de omgeving beter gereguleerd is. Want het is echt zo'n tent eromheen die ook licht geeft. Dus de documenten worden ook, stel de meeste archieven zijn goed belicht, of stel dat er een archief wat minder goed belicht is, dan kan zo'n scantent heel handig zijn, want die geeft gewoon goed licht, waarop het document gewoon helder, helder foto's kunnen worden gemaakt, en het document ook gewoon helder in Transkribus komt, en ook dus de computer beter een transcriptie van zal maken. Misschien nog van mijn kant, er zijn veel vragen over data security, over de mogelijkheid van het verwijderen van documenten, privacy. En natuurlijk ten eerste, de documenten staan, de zaken die je uploadt, die worden, als je een tekstherkenning wil toepassen of een model wil trainen, is het mogelijk dat die op onze servers komen in Oostenrijk. Dus die zijn in Europa. GDPR zijn we compliant. Het is zeker mogelijk om documenten te verwijderen. Je kan alles terug afhalen als je wilt. Dus in die zin is jouw data ook volledig veilig. We gaan die ook niet doorverkopen. We gaan die ook niet publiceren zonder dat jij het wilt. Verkopen aan derde partijen, dergelijke meer. En het is ook mogelijk natuurlijk, eventueel, als je zelf de infrastructuur hebt om Transkribus op je eigen infrastructuur, op je eigen on-premise te laten installeren, zodat eigenlijk de data, de documenten en de bewerkingen niet buiten jullie infrastructuur gebeuren. Dus dat kan ook. Natuurlijk, daar is een ander kostenmodel bij. Dat kan ook in die zin heel interessant zijn. natuurlijk jullie de infrastructuur voorzien, waardoor heel veel kosten bij ons wegvalt. Maar je moet die infrastructuur wel hebben en dan kan je eigenlijk op die manier, zeker als het persoonlijke data gaat, gezondheidsdata, hebben we dat ook al gedaan bij enkele instituties, om eigenlijk echt gewoon het daar te laten installeren en de zaak daar te laten processen, dat eigenlijk alles in het land blijft of zelfs binnen het eigen gebouw, zal ik maar zeggen. Kijk nog even naar andere vragen. Ja, er zijn op ons YouTube-kanaal, Transkribus, als je gewoon Transkribus op YouTube intipt, dan vind je de opname van dit webinar terug. En ook andere filmpjes trouwens over van alle onderwerpen. Maar dit webinar zal daar ook gepost worden. Het is ook wel een goede aanrader om mee te oefenen. Dat heb ik zo ook gedaan, gewoon een video bij te pakken en gewoon die stappen eigenlijk na te doen. En dan leert u het wel vanzelf wel. Want het is niet heel ingewikkeld, maar het is gewoon even inkomen. Daar is zo'n video daarnaast heel handig daarvoor. Ja, exact. Ik had ook zelf het geleerd en hoe ik het aangaat aan gebruikers. Even kijken naar verdere vragen. Wat wordt er bedoeld voor organisaties? Wel, kijk, als je meer nodig hebt dan wat een individueel of scholarplan op het moment jou kan bieden, dan is het eigenlijk altijd de bedoeling dat je bij ons in contact komt met mij of met mijn collega's, om te gaan kijken hoe kunnen we eigenlijk best iets gaan voorzien. Het idee is eigenlijk van, oké, hoe is de groot is de schaal van wat jij wilt gaan doen met Transkribus? Als jij 50 bladzijden per maand wilt gaan transcriberen met Transkribus of eigen gebruik, dan is het ideaal plan goed. Een onderzoeker die misschien een thesis gaat schrijven of die een jaar lang onderzoek naar een bepaald onderwerp en echt 1000 documenten wilt gaan gebruiken, die misschien daarna ook zijn documenten wilt gaan publiceren via Transkribus sites en de scholarplanning goed. En ja, als je echt op organisationeel niveau gaat kijken, en dan bijvoorbeeld aan universiteiten, grote archieven of zelfs heel grote archieven, dan is een organisatieplan meer geschikt, want daar veel meer mee kan. Ook bijvoorbeeld het managen van verschillende gebruikers binnen de organisatie makkelijk kan gebeuren. Dat de enablement of features, dus eigenlijk welke zaken je kan gebruiken, verdeeld kan worden makkelijk binnen de organisatie. Dus ja, daar komt het eigenlijk op neer. Eigenlijk het organisatieplan is eigenlijk echt wanneer je echt op grotere schaal gaat werken dan op school of individueel plan. De bedoeling is eigenlijk dat op een organisatieplan is het altijd goed dat je met ons in contact komt. Als individueel, met een individueel plan of met een scholarplan, is het eigenlijk het idee, meestal is dat ook het geval, dat je eigenlijk helemaal zelf weg kan met Transkribus. Dat je ook niet per se die geavanceerde features gaat gebruiken. Daar komt het eigenlijk kort op neer, onderscheiden. Hoe gaat Transkribus om met afkortingstekens in de tekst? Dat is ook een goede vraag. Hierbij is het vooral belangrijk om consistent te zijn, want Transkribus kan leren dat een afkorting voor een woord staat, maar dan moet het wel elke keer getranscribeerd worden. Het is ook prima om gewoon de afkorting zelf, dus gewoon die paar letters te nemen, dat kan ook werken, dan neemt hij die ook over. Maar hier is gewoon consistentie van belang. Dus dat is gewoon de keuze van degene die transcribeert van of ik typ hem uit of ik laat hem zo staan. Maar Transkribus kan afkortingen wel leren. En misschien om daar aan toe te voegen, wat je ook kan doen, is dat je de afkorting laat staan zoals die geschreven is, maar dat je hem dan wel gaat taggen en dan eigenlijk de afkorting expansion zet, kan ook. En dat leert hij dan ook als je het in die trainingsdata steekt. Dus dat is ook een mogelijkheid. Dus ook eigenlijk de mix van het origineel tekst bewaard blijft, maar tegelijkertijd ook de afkorting die dan wel voor mensen die misschien niet vertrouwd zijn, dat die afkorting wel leesbaar is in die tag, in die expansion. Er was ook nog verder een andere vraag die voorbij is gekomen. Voor collectiebeheerende instellingen zijn het toch gewoon variant van digitaliseringsprojecten van beeld naar inhoud in plaats van analoog naar digitaal? Ja, het is wel een digitaliseringsproject. Alleen vroeger was het alleen mogelijk om zeg maar foto's te maken van een oude tekst, echt aan oude handgeschreven tekst, en dat online te plaatsen. Door Transkribus kunnen dus ook transcripties geplaatst worden. Dus overgeschreven stukken tekst. Tekst kan eigenlijk digitaal, echt digitaal gemaakt worden. In plaats van een plaatje, echt tekst wordt geplaatst op een website. En die kan ook doorzocht worden. dat is eigenlijk vooral het grote voordeel wat Transkribus daaraan toevoegt. Misschien ook daarover, belangrijk om te vermelden, de vraag krijg ik ook wel regelmatig, is ja, doen wij ook het scannen of het digitaliseren van documenten aan zich? Ja, buiten natuurlijk met een scantent, maar natuurlijk, ja, dat is misschien de kwaliteit die je daarvoor op oog hebt. Scantent is vooral goed om kwaliteit te hebben die hoog genoeg is Transkribus te gebruiken. Of als je veel scans wilt nemen en je hebt niet de middelen of de tijd om dat met duurder materiaal te gaan doen. Maar het is wel zo, ja, dat materiaal moet al wel digitaal zijn, moet al wel gescand zijn natuurlijk om het in Transkribus dan te gaan gebruiken en die transcriptie te hebben. En natuurlijk het grote voordeel is Transkribus, ja, zoals al zei, de leesbaarheid, maar aan de andere kant ook de doorzoekbaarheid. Ik denk dat een belangrijk aspect is van nog meer digitaal te maken en nog meer digitalisering verder te zetten eigenlijk. Ja. Het wordt transparant. Het kan zelfs zo zijn dat, wat ook mogelijk is in de toekomst, eigenlijk nu ook al mogelijk is, dat transcripties van stukken gepubliceerd kunnen worden op een pagina. En stel, als u een scriptie of een artikel aan het schrijven bent, dan kunt u in de voetnoten niet alleen naar de pagina zelf refereren met gewoon van, oh, het is die pagina op dat stuk. U kunt zelfs ook nog links naar die pagina. En dan kunnen mensen ook echt zelf die transcripties bekijken. Dat is het voordeel van het digitaal maken van transcripties en eigenlijk oude teksten. Ik zie ook iemand vragen, als je alle credits hebt opgebruikt, komen er geen kosten met terugwerkende kracht. Als je credits opgebruikt zijn of je quota is op, dan kan je geen bewerkingen meer doen die iets zouden kosten. Misschien ook wel een belangrijk punt bij het abonnementsysteem dat ik nog niet vermeld heb, is dat is niet ideaal, want dan is de prijs per credit wel hoger dan in het abonnement. Maar stel nu eens met een bepaalde piek van bewerkingen of we toch net het project af hebben binnen die maand en je quotum is op. Je kan ook nog een kredietpakket daarbovenop ook. Maar het is beter om voorhand goed te plannen dan dat te moeten doen. Maar in die zin is het dus niet mogelijk dat met terugwerkende kracht de kosten worden aangerekend voor zaken, omdat je je credits ook gebruikt en dan toch nog meer bewerking. Ja, dat is ook wel een goede statement van hieronder. Qua organisatie zijn het digitaliseringsprojecten. Aan de ene kant wel, het wordt digitaal gemaakt. Aan de andere kant, veel instituties die ermee werken ook met vrijwilligerteams die ook die transcripties zelf maken en daar ook een model van maken. Dus het komt overeen, maar er zit ook nog wel een ander stuk bij. Ook vaak dus omdat er vrijwilligers worden ingezet die dan moeten gaan leren transcriberen en die dan ook die transcripties maken om samen een model in elkaar te zetten. Dus er komt nog wel een dimensie bij, zeg maar. Maar het lijkt er wel enigszins op, ja. Kijken, nieuwe vragen binnen. Ja, een heel goede vraag inderdaad over de mogelijkheden van de expert client versus de webapp. Zowel qua uploads, maar ook qua downloads, denk ik dan. Specifiek gaat de vraag over IIIF manifests. Je kan IIIF manifests uploaden in de expertversie. Dit kan nog niet in de webversie. Het komt er eigenlijk op neer dat dit soort functionaliteiten, alles wat met de expertversie kan, gaat op termijn. En het doel is, maar dat is het doel, dus we moeten ambitieus blijven. We zeggen altijd, we mikken naar de zon en dan raken we de maan, hè? Denk ik dan maar. Het doel is dat eigenlijk alle functionaliteiten die in de expertversie zitten, op termijn, naar het einde van dit jaar, idealiter, ook in de webversie komen. Dus dat is een werk in progress. We hebben eigenlijk eerst willen zorgen dat het conceptueel, de webversie goed in elkaar zit, dat het goed werkt, dat het marktwerkt. Want ja, dat is natuurlijk, de expert client, daar kan je heel veel mee, maar het is niet per se het eerste opzicht de meest gebruiksvriendelijke tool. Eens dat je natuurlijk weet ermee te werken, kan je heel veel mee. Het doel is eigenlijk om die gebruiksvriendelijkheid van die webversie, en die willen we echt nu goed hebben, te combineren met de functionaliteit van de expertversie. En ja, dat tweede deel, daar zijn we nu aan het werken. We wilden eigenlijk eerst zorgen dat die webversie, dat het concept goed zat, dat die gebruiksvriendelijkheid goed zat, om dan eigenlijk die functionaliteit die in de expertversie zaten, zoals bijvoorbeeld verschillende formats qua uploads of downloads, om die aan te gaan integreren op een goede manier. En zodanig gaan we eigenlijk daarna weer kunnen verder bouwen en weer nieuwe zaken gaan doen. Ja, ik zou aanraden om, het is goed om het, dit is eigenlijk de light versie, of ja, het heet nu officieel niet meer light, maar dit is echt de light versie. Om daarmee te beginnen, want die is gebruiksvriendelijk, puur omdat er niet 300 icoontjes in uw gezicht geduwd worden. En als u eenmaal weet hoe het werkt, dan zou ik naar expert overstappen. Voor nu dan in ieder geval, omdat expert wel iets meer functionaliteit heeft. Alleen het is wel een stuk lastiger om mee om te gaan. Want die hele interface gewoon zo vol is met verschillende icoontjes en opties. Dat voor een beginner nogal een beetje overweldigend kan zijn. Ik zie nog een vraag. Hè. Zijn jullie beschermd tegen overname? Dat is een interessante vraag. Die heb ik niet eerder gekregen. Ik ben zeker geen expert wat betreft bedrijfsvormen en structuren. Natuurlijk, eigenlijk zijn de eigenaars van de READ-COOP zijn de gebruikers. Dus dat gaat van het Stadsarchief Amsterdam tot Utrechtsarchief of individuele leden. Die zijn eigenlijk de eigenaars van de READ-COOP. Dus dat maakt ook, als wij overgenomen zouden moeten worden, wat volgens mij in die zin al gewoon niet kan, dan zou eigenlijk die persoon eigenlijk alle aandelen van al die individuele gebruikers en organisaties moeten gaan overkopen, om dan eigenlijk in die zin alleen recht te krijgen. Maar volgens mij is dat zelfs niet een mogelijkheid. Want je kunt eigenlijk als instituut, een organisatie kan maximum eigenlijk 4 aandelen kopen, en dus 4 stemrechten hebben, en een individu maximum 1. Dus in die zin is het eigenlijk in feite dus in praktijk niet mogelijk. Verdere vragen. Ja, en Marco merkt op, Google heeft ook nog niet veel machineleesbare scans. Er zijn zeker nog heel veel miljoenen documenten online en offline die we kunnen gaan bewerken. En natuurlijk, weet dat organisaties als Microsoft en Google ook wel een OCR of bepaalde HTR aanbieden. Maar ik heb nog niet veel gehoord dat die dezelfde kwaliteit kunnen leveren, want je natuurlijk niet dat collaboratieve hebben, die inputs van al die gebruikers en al die inputs waar wij op kunnen bouwen. Als er geen verdere vragen zijn, dan zou ik... afronden. Ja, inderdaad. Dan zou ik ook iedereen nog wel bedanken voor uw aanwezigheid op deze warme dag en voor de aandacht en de goede vragen. En zoals gezegd, hier heb je onze contactgegevens. De video komt op YouTube. En je weet me te vinden bij verdere vragen of de organisatie zelf. Je ziet contactgegevens hier. Dus ik zou zeggen, als er geen verdere vragen zijn, dan ronden we hier af. Dan bedankt. Bedankt allemaal voor uw aandacht. En nog een fijne avond. Fijne avond. Zo'n avond. Ja.